We staan hier vandaag voor de Gelamco Arena, de thuisbasis van KA Gent, de Gentoise, de Buffalo's, zoals ik vorig jaar geleerd heb. En vandaag spelen ze een belangrijke match tegen Serein. Maar nog veel belangrijker is dat er hier 16.000 zotte fans de club komen aanmoedigen. En dat moet natuurlijk in goede banen worden geleid door de stewards. Dag Nancy. Dag Celine. Aangenaam. Aangenaam. Ik zit hier al staan, hè, stewards. Ja, ja. Als stewards zijnde hebben wij een oranje hesje. En dat is altijd in het oranje, Nancy? Dat is altijd een oranje, ja. Niks in het roos? Nee, niks in het roze. Absoluut niet. Wat is het allereerste op uw agenda staan als steward? Het eerste wat er gebeurt in de tribunes is de sweeping. Alle stewards gaan stoeltje per stoeltje afgaan voor te kijken of er stoeltje beschadiging aan is, of dat los zit of zo. Hallo. Hallo. En worden al die stoeltjes hier gecontroleerd? 20.000. Alle 20.000 stoeltjes worden gecontroleerd, elke wedstrijd. Na de sweeping gebeurt de oppervlakkige controle. Fouilleren, hè? Fouilleren. Maar de term fouilleren mag enkel bij politie gebruikt worden. Wij doen de oppervlakkige controle als steward. Niks verstopt in je schoenen? Nee hoor. 100% zeker? Zeker en vast. Dan mag ik binnen. De politie mag op bepaalde plaatsen komen waar wij niet mogen komen. Waar mogen wij niet komen? Wij mogen onder andere bij de heren in hun kruis mogen wij niet komen. Ja. Als er een hele knappe tussen zit, mag je dat dan eens niet doen? Nee, want de dames controleren dames en de heren de heren. Ah, dat hadden ze mij op voorhand wel niet verteld. Moet wel aftasten. Je mag alleen maar de vrouwen fouilleren. Helaas. Celine krijgt net een oproep binnen dat men een speler moet begeleiden, Alessandro Castromontes. De knappe? Ja, is knap, ja. Voelt u zo niet veilig als je naast een steward loopt? Ja, altijd. Moet ik je niet nog wat meer ondersteunen? Nee, het is goed zo. Voilà, hè. Hij is er zonder kleerscheuren geraakt. En dan is de match begonnen. Kun je ook een beetje meegenieten van de match? Nee. Maar eigenlijk als steward zijnde, nee. Als je dan tijdens de match met je rug op het veld staat, kijk je dan zo af en toe eens niet? Het is eigenlijk niet de bedoeling dat dat gebeurt. Ja, ja. Ja. Wat een schone goal, want ik heb ze niet gezien. Ja, nee, ik ook niet. Ik heb ze helaas ook gemist. We hebben die ook nog niet gezien, ja, sorry. Is er een bepaalde houding dat je moet aannemen, zo met gekruiste armen? Gekruiste armen of de armen op de rug. Kunnen wij zien staan daar beneden? Ja, spijtig dat ze nu een goal gemaakt hebben, maar ja, ze spelen wel goed. Maar kijk, ja, als ze nu weer een punt verliezen. Niet goed voor hen, hè. Maar heb je mij niet zien staan? Nee, want ze hadden... Als ik zo iemand zie dat zo aan het uitdagen is, kan ik die dan wat intimideren? Sommigen zullen daarvan onder de indruk zijn. Maar als een harde kern, die gaan niet echt onder de indruk zijn. Wow, als de match gedaan is, dan hebben we ons pintje wel verdiend, hè. Eerst moeten alle supporters uit de tribunes. Dan wordt er een sweeping teruggedaan. Dus al die 20.000 stoeltjes moet je nog eens afgaan. Tot nu toe alles safe, Nancy. En dan gaan we een pintje drinken. En dan pas gaan we een pintje drinken. Maar... ook, maar? Ja, dan zijn ze nog niet naar huis. Dag bedankt, hè. Smakelijk. Dag bedankt. Zo, Nancy. En ons taak zit er nu op. Heb ik het goed gedaan? Heb het heel goed gedaan, absoluut. Ben ik een volwaardige steward? Jij bent absoluut een volwaardige steward. Altijd welkom in ons team.